Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Rizy en vandaag is het tijd, want morgen begint het WK. Ik ben echt helemaal hyped en daarvoor gaan wij vandaag iets doen. En natuurlijk hebben jullie het al gezien aan de titel. Vandaag gaan wij het WK voorspellen met de Rizy. Inderdaad, ik ben jullie gastheer voor vandaag. En vandaag is het dus tijd om het WK te voorspellen. Ik heb de site hier voor mij. We gaan er direct in vliegen. Want voor de mensen die het willen weten, ik heb deze opname al 3 keer achter elkaar gedaan. En 3 keer heeft mijn ding niet opgenomen, omdat ik de verkeerde instellingen heb ingesteld. Maar het principe is zo, we moeten sliden wie dat we denken dat gaat gekwalificeerd worden. In groep A bijvoorbeeld, daar denk ik dat Egypte en Uruguay gaan zijn. En wie dat niet geselecteerd, niet gekwalificeerd voor de volgende ronde. Dus het principe zit zo, hier in groep B denk ik toch wel dat Portugal en Spanje gaan doorgaan. Dan zitten we ineens al in groep C. Het gaat snel jongens. Frankrijk, ijzersterk team deze keer. Ook al is Benzema, ook al is Martial er zo niet bij. Frankrijk en Australië of Denemarken. Het kan spannend worden, maar ik denk toch dat Denemarken gaat doorgaan. En voor de mensen die willen weten waarom ik zo weinig heb geüpload. Ik ga nog altijd verder met de ding hier. Dat komt omdat ik examens heb. En ondertussen gaan we even Argentinië. En weet je, IJsland kan ver komen. Maar ik denk toch dat we Kroatië niet moeten onderschatten. Groep D. Nu gaan we naar groep E, maar ik wil jullie even zeggen dus dat het morgen mijn examens beginnen exact met het WK. Is echt jammer, want dus even Brazilië kiezen. En Servië, denk ik. Het is echt jammer, inderdaad, dat het WK net tijdens de examens valt. Maar ja, ik kan er niet aan doen. Maar daarom heb ik dus zo weinig kunnen uploaden. Maar na de examens is het eindelijk vakantie. 2 maanden tijd om video's te knallen. Ik zeg het jullie, er komen video's met drone-gerelateerde dingen enzovoort aan. Dus hou mijn kanaal in de gaten, abonneer op mijn kanaal en laat zeker vast een blauw duimpje omhoog achter. En hier, Mexico en Duitsland gaan doorgaan volgens mij. Want ja, Zuid-Korea heeft wel zon en Mexico. En Zweden heeft niet Ibrahimovic. Dan groep G, de groep van mijn vaderland. Inderdaad, België. België en Engeland moeten wel doorgaan in deze groep. Deze groep is volgens mij niet al te moeilijk voor België en Engeland. Maar dan wil ik ook nog zeggen dat achter mij zien jullie nog de gewone setup van mijn kamer. Maar in de vakantie ga ik het echt helemaal omgooien. Mijn bedje blijft wel staan. Maar ik ga het helemaal veranderen achter mij. Dus dat zien jullie waarschijnlijk ook in een vlog. En dan gaan we verder naar groep H. Polen, Senegal, denk ik dat gaan doorgaan. Polen heeft Lewandowski. Ja, Lewandowski. Het is een topschutter. Het is echt een baas. Maar ik denk wel dat Senegal ook kan doorgaan. Colombia? Nee, ik denk toch Colombia. Polen en Colombia moet wel lukken. En dan zijn we ineens in de round of 16. Oftewel de 8e finales. En daar zitten we met de match van Egypte tegen Portugal. Voor de mensen die zouden willen weten dat dit zijn niet echt affiches. Want België komt volgens mij tegen de eerste van de groep van Brazilië of zo. Oké, jongens en meisjes, even een technische onderbreking. Ik heb even opgezocht en België zit in groep G. En in de 8e finales, als België als eerste zich zou kwalificeren, als ze dus eerste eindigen in hun groep, spelen ze tegen de 2e van groep H, dat is deze groep, de groep van Polen dus. Maar als ze dan doorgaan, spelen ze tegen de winnaar van de andere match, dat zien jullie ook op het beeld. Dat is de winnaar van groep E tegen de 2e van groep F. En de winnaar van groep E is wel de groep van Brazilië. Dus België kan in de kwartfinale tegen Brazilië komen. En geniet verder van de video. Maar ik denk wel dat Portugal gaat doorgaan tegen Egypte. Frankrijk tegen Kroatië. Sowieso Frankrijk. Brazilië tegen Mexico. Is makkelijk. Is Brazilië. België tegen Colombia. Het zal een spannende wedstrijd worden. Want ja, er hadden wel Falcao, James Rodriguez. Maar België moet het wel kunnen halen volgens mij. Dus hier ga ik nog voor België. Dan Spanje tegen Uruguay. Moet Spanje toch wel lukken met hun duurste squad van het hele toernooi. Argentinië tegen Denemarken moet ook easy zijn voor Argentinië, wil ik niet zeggen. Maar het moet toch wel lukken, zoals Duitsland tegen Servië. En Engeland tegen Polen zou dan toch, naar mijn mening, Engeland doorgaan. En dan zitten we ineens in de 8e finales, jongens. In de kwartfinales, excuseer mij. Portugal tegen Frankrijk, de finale van het EK 2 jaar geleden. Portugal volgens mij met 1-0 gewonnen weer, met de goal van Eder. Maar ik denk deze jaar dat Frankrijk gaat winnen. Als ze tegen Portugal zouden moeten spelen. Hier zitten we dan met de wedstrijd België tegen Brazilië. Ja, ik sport voor mijn vaderland. Maar ik moet wel zeggen dat ik denk wel dat Brazilië gaat winnen. België is nog niet zo sterk, zeg ik, als Brazilië. Maar ze kunnen het. Misschien over een paar jaartjes kunnen ze het wel halen. Maar momenteel, de squad van Brazilië, insane. Niet normaal. Spanje tegen Argentinië, denk ik dat...
Ik denk dat Spanje gaat doorgaan. Spanje heeft... Nee. Ik denk dat toch Argentinië gaat doorgaan. Want Argentinië, Lionel Messi ontplooit, Higuain, Dybala. En dan Duitsland tegen Engeland. Ga ik toch voor Duitsland gaan. En dan zitten we in halve finales, jongens. Frankrijk tegen Brazilië en Argentinië tegen Duitsland. Ik denk dat Brazilië gaat winnen tegen Frankrijk. En dan zitten we hier met de finale van 4 jaar geleden. Herinner ik mij nog helemaal. Argentinië tegen Duitsland. Of Duitsland tegen Argentinië. Duitsland is gewonnen met 1-0. Maar dit jaar denk ik dat Argentinië toch wel zou kunnen winnen tegen Duitsland hoor. En ik moet voortdoen, want mijn camera is plant aan het gaan. Maar in de finale, jongens. De finale, de beker, staat hier op de achtergrond. Brazilië tegen Argentinië. Wie wint er? Ik denk dat het Brazilië is. Dus naar mijn mening wint Brazilië 2K. Als jullie deze video nu leuk vonden, klik dan op het blauwe duimpje omhoog. Abonneer je door op het abonneerknopje te klikken natuurlijk. En join hashtag Team Driesy. Klik op het belletje en klik snel 2 video's naast mij aan. En op mijn kopje om te abonneren, want mijn camera is rood. Mijn camera gaat plat gaan. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei doei!